Ze kunnen hier gewoon zitten dus? Ja. En dan vallen ze goed op? Nou, ze kunnen echt in een klein bosje nog verdwijnen. Dus, Ah ja, zie je. En ze zijn best wel joekelig groot, toch? Ja. Want hoe lang ben jij, Jeroen? Ik ben 1,78. En de grootste wisent? Ook zoiets. Dus minstens zo? Ja. Dat is wel groot. Dat is behoorlijk groot. Ja. In het voorjaar van 2016 werd een kleine kudde wisenten op de Veluwe uitgezet. Ze zorgen samen met edelherten, wilde zwijnen, reeën, wolven en andere dieren voor een natuurlijk beheer op de Veluwe. In de zomer eten ze gras, blaadjes, eikels en bessen. In de winter staan ook boombast, wortels en struiken op het menu. De wisenten leven in een afgeschermd gebied en zijn alleen met een gids te bezoeken. Zie je echt wisentensporen? Oh, dit? Ja, ik weet zeker dat het door wisent komt en niet door herten, want die lopen hier ook. Ja. Omdat het een Amerikaanse vogelkers is. En die worden niet gegeten door de herten. Dus dit is wisentenwerk. En wat is nou het effect voor deze hele omgeving dat zo'n wisent een hele boom sloopt? Nou ja, je ziet dat hij hem helemaal rondomheen opvreet. Ja. En dan sterft die boom af. Kun je ook zien, alle takken sterven af. Dus hij zorgt voor openheid in dat bos. Ja. Dus het is niet alleen maar mooi, ja, want je hoort ze alweer, hè? Al dat geld, het is nuttig. Het is nuttig, ja. Ze is stevig, hè? Ze is echt sterk, die kringen. Kijk, hij heeft alleen maar tanden in zijn onderkaak, dus hij vreet het hij schraapt het er onderaf. Ja, je ziet hier de aanzetten, net als bij bevers. En hier trekt hij hem, hem open. Ja, mooi. Er staat, 5. Ja, daar staat een stier. Oh ja. Die is echt 2 keer zo groot als die andere. Ja, ja, links zijn de jonkies. Is dit een beetje een goede stier? Dit is een hele stevige stier. Echt, dat is een 800 kilo ding. Kilo beest, ja. Ja. Ja, zeker. Een 1600 ponder. Een 1600 pounder. Wauw. En staan we hier nou safe, Jeroen? Hier staan we redelijk safe, ja. Want als ze het op hun heupen krijgen, dan... Ja, dan heb je weinig in te brengen. Ja, wat doen we dan? Nou, dan duik onder die draad door. Dan hoop je dat dat voldoende is voor die beesten. Ja, want gebeurt dat wel eens? Nou ja, je moet wel respect tonen tot die beesten. Toch minstens 50 meter afstand houden. En dan staan we nu ongeveer. Ja. En ze zijn zo'n beetje de hele dag aan het rondtrekken, fourageren en dan... Ja. Ploffen ze neer. Wat heb jij met wisenten? Want jij bent normaal van de wespjes en... Ja, nou, wisenten is natuurlijk wel het oerdier. He, dus, heb je een grote grazer in Europa die nog echt die niet gedomesticeerd is. Hè, want de runderen zijn natuurlijk wel allemaal gedomesticeerd. Daar hebben we huisvee van gemaakt. Ja. En zo'n wisent is net ontsnapt aan de uitroeiing. He, bijna alles hebben we natuurlijk weggeveegd van de aardbodem. Maar die beesten die zaten alleen nog maar in gevangenschap. Hè. De laatste wilde wisenten zijn afgeschoten. En in de gevangenschap waren ze nog.